Enthousiaste reacties maandagavond op de definitieve plannen voor het opknappen van park De Uithof in Almere Haven. In basisschool De Ark hield de gemeente een informatiebijeenkomst. Nou, het valt me zeker niet tegen, want ik was een klein beetje bang natuurlijk. Jeugdland, dan denk je toch een timmer, een geluidsoverlast. Maar als ik het zo zie, dan denk ik dat kon wel eens een keer erg leuk worden en beter worden dan wat er nu ligt. Ja, dat is toch een ommekeer moet ik zeggen, want ik, een paar jaar geleden was ik een van degenen die ook echt tegen was. En als ik dit zie, dan denk ik, nou, als ik dit had geweten. Het lijkt ons wel een goed plan wat hier ligt. Ja. U ook positief? Ja, ik ben wel positief. Er gaan heel veel bomen weg, maar er werd net verteld dat daar veel groen voor in de plaats komt. Dus nou, dat wachten we dan af. De positieve geluiden waren er bij het begin van de plannen, jaren geleden, zeker niet. Vooral de verhuizing van Jeugdland, een bouwspeelplaats voor kinderen, kon rekenen op verzet. Omwonenden vreesden geluidsoverlast. Inmiddels zijn de meeste protesten verstomd, zo lijkt het. Je weet gewoon, als er veranderingen komen, dan wekken weerstand op. Maar goed, u dacht in het begin ook van, ja, moet dat nou? Ja, maar goed, daar heb ik de vorige keer, een jaar geleden, ook met die ambtenaren over gesproken. En daar zijn we gewoon heel duidelijk over geweest. Ook met medebewoners uit de buurt, vanaf de Buitenhof en de Groenhof. En ik moet zeggen, ze hebben het keurig opgelost. Dus ik neem aan, als het zo wordt, zoals het gepland is, dan zal het vast wel goed komen. Dat de publieke opinie is veranderd, zien ze ook bij de gemeente. En nu de mensen de beelden zien, hè, van de uitwerking, merk je inderdaad dat mensen zeggen van ja, we waren tegen. Maar eigenlijk zien we ook de kansen en de mogelijkheden en de verrijking die uit de aanvullingen gewoon voor ons bieden voor het park. Dus ik ben er gewoon blij mee. Ik vind het compliment. De eerste echte werkzaamheden voor het nieuwe park beginnen volgende maand.